Pas op, nu volgt een mening De druktemaker. En vandaag is dat kabinetje Elisa loop. Het zijn verwarrende tijden voor hoeren. Uh, ik bedoel voor vrouwen. Ja, verwarrend dus. In Amerika is het recht op abortus herroepen. We krijgen nog steeds 14% minder betaald voor hetzelfde werk. En vorige week hadden we natuurlijk het Hoeren- en Sperma-Emmers incident. Voor zover je iets een incident kan noemen, als het onderdeel is van een decennia lange cultuur. Het OM heeft inmiddels aangegeven geen onderzoek in te stellen. Dit omdat het koor een intern sanctiesysteem heeft. Oh ja, een club met een verziekte en misogyne cultuur mag zichzelf beoordelen en zelf de straf bepalen. Kan wel voorspellen wat eruit komt. En bij alles wat ik de afgelopen week over deze walgelijke gebeurtenissen hoorde, dacht ik, waar zijn de mannen? Waar zijn de mannen die hier tegen ingaan? Die uit woede opstappen bij zo'n diner in plaats van zelf ook hoer te roepen. Waar zijn de mannen die een protestbrief schrijven? Waar zijn de mannen die plaatsnemen aan de talkshowtafels om dit gedrag af te keuren? Waar zijn de mannen op mijn links progressieve tijdlijn op Instagram die hun walging uitspreken? En waar zijn bovendien de vaders die hun zonen leren dat je niet de nek van een vrouw hoeft te breken om een gezellige nacht te hebben? Het lijkt mannen simpelweg niet te boeien. Alle afkeuring en elk protest kwam van vrouwen. En de enige die ik een goed plan heb horen opperen om de cultuurverandering binnen het koor af te dwingen is burgemeester Halsema. Zij onderzoekt of ze hun drangvergunning in kan trekken. Mogen de heertjes lekker spa rood en taxi drinken op het volgende lustrum. Hoewel het koor afzuiken een van mijn favoriete hobby's is, staan deze gebeurtenissen niet op zichzelf. Ze staan symbool voor de hele samenleving. Het zijn keer op keer vrouwen die op de barricade moeten klimmen en mannen die zwijgzaam toekijken of onszelf zelfs tegenwerken. En als mannen zich dan feminist noemen... vraag je je af of ze eigenlijk wel weten wat dat inhoudt. Zo noemde oud-prezes van het Leidse koor... en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoeksaas... zichzelf trots feminist... maar benoemde hij toch een man op een prominente functie... binnen zijn ministerie. Daarmee passeerde hij de selectiecommissie... die unaniem een vrouwelijke kandidaat had aangedragen. Als Hoekstra-feminist is ben ik vegan... met mijn kalfsleren tas en mijn voorliefde... voor double, triple, grilled, flame bacon foie gras cheeseburgers. Dat vrouwen er alleen voor staan is pijnlijk. Zelfs de boeren worden nog te hulp geschoten door Willem Engel en Donald Trump. Zonder steun van het andere geslacht worden vrouwen gedwongen de oplossing bij zichzelf te zoeken. Zo zijn er wel honderd cursussen die vrouwen leren hoe je beter kunt onderhandelen voor meer salaris. Maar is er geen enkele cursus die mannen leert dat je mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gewoon hetzelfde moet betalen? We leren meisjes zelfverdediging in plaats van jongens te leren dat ze met hun poten van meisjes af moeten blijven. Sander Schimmelpeninck roept voortdurend dat alle vrouwen die deeltijd werken parttime prinsesjes zijn, maar heeft het nooit eens over de slapheid van mannen die weigeren hun deel in de opvoeding en het huishouden te doen. De cijfers liegen er niet om. 60% van de heterostellen met jonge kinderen geeft aan werk en zorg te willen verdelen, maar slechts 16% doet dat werkelijk gelijkwaardig. Dat zijn mensen van mijn eigen generatie die de tijd dat vrouwen geen stemrecht hadden en van de pastoor 10 kinderen moesten baren kennelijk wel prima vonden. Waar ligt de oplossing? Roepen dat een cultuurverandering tijd kost en moeilijk is, lost weinig op. We zullen die verandering als maatschappij moeten forceren. Dat dit kan zien we in de sport. Afgelopen zaterdag waren zowel de finale van het EK Voetbal als van de Tour de France van. Langs de Franse straten stonden massa's fans te schreeuwen. en een miljoen Nederlanders zagen live hoe Annemiek van Fleuten het geel pakte en er zaten maar liefst 90.000 uitgelaten fans in Wembley Stadium... toen de Engelse vrouwen het EK wonnen... onder bezielende leiding van onze eigen Sarina Wiegman. Ik hoop trouwens dat ze bij een vrouwenelftal blijft... en niet naar de mannen overstapt. Okay. Beide evenementen laten zien dat je niet op emancipatie... en gelijkwaardigheid voor vrouwen moet gaan zitten wachten... maar dat je het gewoon moet afdwingen. In de sport zijn de eerste stappen al genomen. Nu de rest van de samenleving nog. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter.